Wat ik ga doen is dit apparaatje erin stoppen. En je kunt je misschien voorstellen dat het er dan uit gaat zien. Want dit onderste deel komt in het lijf en dit bolletje komt in de kop. Als ik bij een preparateur een huid koop, dan ziet hij er ongeveer zo uit. Met dan het hoofd eraan. Hij is al helemaal leeg. Dit ziet er een beetje vies uit, maar het is eigenlijk hetzelfde als leer. Ik zie daar een konijn liggen. Wat ga je daarmee doen? Daar gaat eigenlijk hetzelfde mee gebeuren. Oké, okay. Het wordt een serie. Ja. Leuk voor boven een kinderbedje. Bijvoorbeeld, ja. Als je in kunst dieren gebruikt, dan zijn er ook gewoon grenzen. Want het gaat om levende wezens, daar moeten we met respect mee omgaan. Is ook een beetje een luguber beeld. Deze manier van omgaan met huisdieren als een product, als een marktobject, als iets waar je geld aan verdient, dat probeer ik te illustreren met dit project. Wees eens wat creatiever, je bent een kunstenares, kom op. Je wordt ervoor betaald, doe eens even iets anders en zorg dat die boodschap echt overkomt zonder dat je daar dieren pijn mee doet. Of dat je mensen ook op het idee gaat brengen om hun eigen hond aan stukken te snijden. Mensen vragen wel eens waarom, wat is het verschil tussen een dieractivist en tussen mij? En dan antwoord ik altijd dat een dieractivist heel erg wijst. Hè? Jullie doen het fout. En ik denk heel erg dat wij allemaal hele rare dingen doen die we nog een keer zouden moeten overdenken. Okay. En ik hou niet zo van die vingertjes. Het ook zo zijn dat je straks van een mens iets maakt? Nou, ik zie op dit moment geen aanleiding. Niet. Oké. Okay.